Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van de Antwerp Carrière, waar ik, Chipoepie, de trainer ben van Royal Antwerp. Nu, we hebben een hele drukke maand voor de boeg. 4 moeilijke matchen in augustus tegen Gent, Genk, Mechelen en Oostende. Maar voor we daaraan beginnen, hebben we onze maandelijkse scout-update van onze stagiair, de Jules. Ja, dat zit er voorlopig nog geen vette naad. Ik heb het liefst spelers die al 17 zijn, zodat we die zo snel mogelijk kunnen trainen. Ik verwacht ook geen superpotentieel van spelers, maar op zijn minst nog 85. Zoek maar goed verder en houd TS3 al zeker in toog. Allee ja, en dan is het nu tijd voor een korte samenvatting van de speeldagen in de maand augustus. Voor zijn tweede wedstrijd gaat Antwerp op bezoek bij Gent. De spelers merken direct, dit is wel wat anders dan tweede klas. Maar Geoffrey Hermans met 3 goals in 3 wedstrijden is misschien wel de troef voor Antwerp om hier in de Gelamco Arena voor verrassingen te zorgen. Beide ploegen spelen ongeveer in dezelfde formatie, enkel Antwerp iets verdedigender. Antwerp laat zich niet intimideren en start zelf agressief. Pas naar Owusu is zijn speler voorbijgedraaid en raakt al direct te laat in de eerste 3 minuten. Gent probeert de aanvallende trein van Antwerp tegen te houden met een vreselijke tackle. What the fuck was hier zelfs de bedoeling van? Dat is in mijn ogen gewoon losrood, maar ze komen er nog goed vanaf. Maar zelfs dat houdt de Antwerp niet tegen, want hier is een troefspeler Hermans met een schot net naast de paal. Gent probeert nog iets bij elkaar te shotten, maar het zit er niet in en de eerste helft eindigt in 0-0. Tweede helft blijft voor de bezoekers. Mooi ingelopen en terug naar Owusu. Krijgt de bal dan terug en scoort dan toch de eerste goal. Een verdiende 0-1 voor Antwerp. Nu is Gent helemaal de kluts kwijt. En dat merkte ook wanneer Antwerp opnieuw aanvalt. En de verdediging zou die gewoon laten voorbij lopen. Die shot op de keeper, maar tikt de bal in de rebound toch nog in doel. 0-2 en game over voor Gent. Laat in de match krijgt Jody zelfs nog een tweede kans, maar de keeper laat zich geen 2 keer vangen. En dus eindigt deze match in een 0-2 zege voor Antwerp. Tot groot ongenoegen van de Gent supporters, die niet weten wat ze net hebben gezien. 90 minuten lang werden ze helemaal gedomineerd en zelf konden ze geen enkele kans creëren. Pijnlijk. De man van de match gaat voor deze wedstrijd opnieuw naar de kapitein Haroon. Volgende match krijgen we Genk op bezoek in Den Bosuil. Kunnen we misschien ook in deze moeilijke match de 3 punten pakken? Antwerp aan de bal, Hermans naar Owusu. Geeft hem dan prachtig terug, maar wat een zotte save van de keeper. Antwerp start zoals altijd met een knal. Een vrije trap voor de bezoekers kan gevaarlijk zijn. En daar raakt net de lat, een stevige waarschuwing van Genk. Opnieuw Hermans vlamt nerveus, maar zijn schot gaat helemaal wijd. Had wel iets meer kunnen zijn, maar de eerste helft eindigt hier ook alweer in 0-0. Tweede helft, Antwerp blijft zoeken naar een gaatje, een kans voor die voorsprong te nemen. En misschien hier wel, Rodriguez vrij op goal en scoort de eerste goal. De fans gaan helemaal lyrisch, wie houdt ze nog tegen? Goeie combinatie, heel slim diep gelopen, geen offside en dan afmaken. Ivo Rodriguez maakt het 1-0 voor Royal Antwerp. Maar Antwerp moet wel oppassen, want een domme fout is snel gemaakt. Gelukkig heeft Bolat alles nog onder controle. En het is nodig, want Genk gunt hem geen seconde rust. Probeer stiekem met een snel schot Bolat te verrassen, maar die blijft scherp. Corner voor de bezoekers. En deze is jammer genoeg wel raak. Genk wint het duel en maakt het met deze corner opnieuw gelijk. Ardes valt nog in voor Owusu, probeert mee een schot, maar jammer genoeg geen succes. Antwerp krijgt het niet meer voor elkaar en verliest voor de eerste keer punten. Genk gaat met een puntje lopen, de stand blijft 1-1 en ergens misschien ook wel verdiend verdeeld. Geen man van de match bij ons, maar de beste spelers vandaag waren Owusu en Rodriguez met de goal. Onze vierde wedstrijd is op KV Mechelen. Zoals je kunt zien, Antwerp staat voorlopig nog op de vierde plaats en kan bij winst zelfs tweede worden. Maar KV Mechelen gaat zeker ook nog 3 punten zoeken na 2 verloren matchen. Antwerp voorlopig het best verdedigende team in de competitie, maar kunnen ze hier ook scoren? Eerste aanval is voor KV Mechelen, maar dat is er compleet naast. Andere kant nu, een goeie onderschepping van Ardis. Komt bij Jadi, maakt ruimte, maar keeper heeft vertrouwen. Limbombe verliest heel dom balbezit. Mechelen, pas naar voren, wat kunnen ze hier uitkrijgen? En dan Klaas, probeert voor te zitten. En die bal komt aan bij Matthijs en je kopt hem binnen. 1-0 voor Mechelen. Niks tegen te zeggen. Loopt geweldig tussen onze mannen in. En niemand heeft het door.
Een team geeft zijn ploeg de voorsprong. Antwerp wil nog terugkomen voor de eerste helft. Ardis draait zijn tegenstander voorbij, maar schiet hen ver boven de lat. Voor zover de eerste helft Antwerp een beetje teleurgesteld. Mechelen is niet veel beter, maar ze hebben nog 45 minuten om dit recht te zetten. Tweede helft, veel balbezit voor Antwerp, maar Mechelen geeft niet af en staat als één blok voor de goal. Geen spleetje laten ze vrij voor een pas. En anders gaat Mechelen op de counter, loopt helemaal vrij, probeert zijn aanvaller te bereiken, maar Buta staat gereed en trapt weg. We proberen met een paar 1-2'tjes iets te forceren, maar Mechelen geeft er helemaal niet aan toe. En zelfs Limbombe geraakt met een flits er gewoon niet voorbij. Mechelen opnieuw op de counter en maakt er zelfs bijna 2-0 van. Antwerp volledig in de aanval en de laatste counter van Mechelen is dodelijk. De Riets helemaal alleen op doel, enkel nog de keeper in zijn weg. Of Nepal, we komen er goed vanaf, maar de 3 punten zijn wel voor Mechelen en Antwerp verliest voor het eerst in de competitie. Geen man van de match bij ons, maar de beste spelers van Antwerp waren in deze match Haroun en Batibun Sika. En dan komen we bij de laatste wedstrijd in onze samenvatting. Antwerp op bezoek bij Oostende moet opnieuw zijn winnende streak herstarten tegen een 5-man verdediging. Eerste kans is voor Oostende, geraakt voorbij zijn man. Kan dan voorzitten en dat ging maar net naast de goal. Antwerp moet zich herpakken, maar klungelt nog te veel. Van Dam op zijn bakkes. En Slanagic die het dan probeert te fixen, maar Oostende geeft niet zomaar de bal af. En Oostende komt zelfs heel dicht bij een kans. Legt de bal goed af, maar schiet erover. Na een half uur is het eindelijk de beurt aan Antwerp. Ze proberen iets te creëren in deze 5-man muur. Zoeken naar de vrije man. Owusu legt hem af voor Hermans. Wat kan die doen? Dat het dus! Patat! 0-1 voor de Antwerp. Het lijkt echt al zo lang geleden, maar Antwerp heeft hier eindelijk nog eens een voorsprong gekregen. En natuurlijk, wie anders dan de Joffrey die hem erin stemt. Come on, you Reds. We eindigen zo ook de eerste helft. 0-1 voor Antwerp. Kunnen ze dit volhouden en nog eens 3 punten pakken? Tweede helft, Antwerp rukt naar voren. En daar is Owusu weer, die de bal aflegt voor Haroun. Met een kans. Oh, de paal zegt nee. Maar hier is Hermans. En die zegt jawel. 0-2 voor Antwerp. Hoe doet hij het? Hij staat er altijd als Antwerp hem nodig heeft. Zijn derde doelpunt al in de competitie. Antwerp is opnieuw wakker gesprongen. En ze vinden elkaar weer blindelings. Dikke V krijgt hier een vrije kans. En die pakt hem ook. Keeper kan zich omdraaien. Want het is 0-3. Daar is gewoonweg niks meer aan te doen. Ze kunnen er zelfs nog 0-4 van maken, maar de keeper voorkomt het schot van Luca. Maar wie wel nog snel een goaltje kan meepikken is Limbombe. En die laat zien hoe dat moet. Deze match eindigt in 0-4 voor Antwerp. Zelfs na een paar matchen tegenslag kunnen ze zich terug rechttrekken met denk aan deze knappe kerel, Joffrey Hermans. Alhoewel de man van de match gaat naar Haroun, maar laat ons zeggen dat heel het team een goede prestatie heeft geleverd. En dan zitten we dus hier. Na 5 speeldagen staat Antwerp op een gezellige 3e plaats. Niet slecht gezien onze ups en downs. De laatste wedstrijd heeft ons wel wat vertrouwen gegeven. Beste spelers van de week zelfs. Maar tegenslag zit in elke hoek en jammer genoeg komt dat bij ons terecht. Die niveau heeft zich geblesseerd tijdens de laatste training en is maar liefst 2 maanden oud. Dat is echt wel een zure. Hem gaan we even moeten missen. Wens hem veel beterschap door een like te geven. Hij zal dat zeker appreciëren. Maar voetbal gaat verder en we gaan door naar de laatste wedstrijd van vandaag tegen Sint-Truiden. En die kreeg de live van de trainer Shipoopy. Je plant op een bazaal gericht. Iedereen blijft. Het stadion bovenal, jawel de Great Hall kleeft. Ze weten wat je bij haar zal, in stroetwit leger terug in eerste geïnstalleerd. En al de andere clubs gewoon van shit man, de piesten zijn er weer. En hier zijn we dan, dames en heren, de 6e matchdag, Royal Antwerp tegen Sint-Truiden. Het is een beetje een rare start geworden in de competitie. Sommige matchen waren te gemakkelijk en sommige matchen worden dan weer moeilijker dan ik verwachtte. Zo zie je maar dat je eigenlijk elke... Hallo, waarom gaat die een andere dan niet halen? Dat snap ik niet, hè? Zie, dan is die niet eens vrij. En dan is dat... Oh, maar ik heb chance, jongen. Wat ik dus wou zeggen was, is dat je elke wedstrijd serieus moet pakken. Hermans geblesseerd. Oh man, dat is de laatste mensen die geblesseerd met zich van mij. Come on. Lopen. Oeh, bekend. Maar les wat, we hebben een goede start gemaakt in de competitie. En hopelijk kunnen we die start ook houden. Wimbal. Wie roept er vrij? Wie roept er vrij? Hier hebben we hem, zet. Luca! Ah, los op de keeper, hè. Maar al een eerste goede kennis voor de Antwerp. Ze spelen ook wel in een heel interessante formatie, in een 4-2-2-2. Nog niet veel gezien, dus...
kan wel eens moeilijk worden. Oh, ik heb geen keus. Hermans is geblesseerd, dus ik kan hem inwisselen voor Yuri Dikke V. Want een Hermans die willen we niet lang kwijt hebben, natuurlijk. Oké, goeie bal, Dikke V. Kom. Ja, die met de voorzet. Ah, komt juist niet aan. Tjuut toch. Is het raar, letterlijk nog in een aanval gedaan, jongen. Zie, mannen, beslis weer dat een bal gaat pakken, alsjeblieft. Dit is nog hoop. Hoe is het met de voorzet, maar iemand die vrij staat. Eerst een half gedaan. Ah, dat is wel triest, hè. Ik denk dat we niet veel moeten veranderen. Gewoon een beetje gefocuster zijn en misschien rustiger spelen. Misschien dat we iets te snel op de counter willen en te snel die pas geven en te snel op doel willen trappen. Gewoon rustig onze tijd pakken, rustig tikken naar de goal en dan hopen dat er ene dat binnentrapt. Luca Vra? Allee, al direct de eerste kans. Goed bezig. Kalm, gecontroleerder. Zie, dat bedoel ik dus. Controleert die fucking bal na. Een bal dikke vie. Maar dan bal nog altijd niet hebben. Hoe? Wat? Maar die zit ons gewoon helemaal in seks. En terug, ja. Goed bezig. Hier is de voorzet. Limbombe. Waarom de f*** ik die andere speler? Pak niet aan. Dikke vie, terug naar daar. Wie staat er? Wie staat er? Holy shit, man. Kom op. Vraagstom, vraagstom. Dat vraag ik niet al, jongens. Wat zijn we allemaal aan het doen, jongen? Kara. Nog een meegeven. Allee, dat is toch veel te slap. Sterk. En dan ga! Come on! Allee, mannen, zeg! Moe in godsnaam, hebben wij hier nog niet gescoord? Sorry, Woezo, maar ik moet dat even wisselen worden naar deze. Ik moet iets of wat snelheid hebben in de speech, want ik durf echt niet aanvallend gewoon, zo, want Sidral is niet sleep. Zie, waarom dat f*** ligt hier op de grond? Kijk, geen nieuwsjes meer geld. Dat was een fucking tackle! Een gewone tackle en die gaat niet eens sliden! Wat doe jij zelfs? William Centrale in een penalty. Oké, mannen. We zien maar dat je het nafixt, hè. Lopen van hem. Oh, man. Dat meent jij niet. Op 5 minuten tijd compleet in het zakje zit. Van hem te traag. Want ze gaan je dan vangen daar. En die trapt het er gewoon even zo binnen, zeg. Oké. Okay. Het is alles of niks, hè. De eerste pas dat we hier doen, compleet verkeerd. Allee, dat is, geef het al op of wat? Geef het al op misschien. Allee, oh, sorry. Come on. Bal komt niet aan, hè. En dan maar rood. Oh my god. Deze match is echt helemaal naar de zak aan het gaan, hè. Ja, de frustratie heeft de match een beetje veranderd. Zie, oh, ik mag mijn nabel zelfs niet afmaken. Verschrikkelijk. Svens, zeer triestig. Niet wat ik verwacht had. Mannen, ik weet niet wat er is fout gegaan, maar in eerste helft was zwakjes, dat snap ik. Dat was dus heel moeilijk. Maar dan die tweede helft, we beginnen keigoed, we krijgen ons kansen. Dan geeft het ineens helemaal af. Cora doet ineens een tackle dat totaal niet bedoeld was. Penalty, komen achter te staan. Van het moment dat we achter komen te staan, golle geeft allemaal op. Elke pas marcheert niet meer. Niemand loopt nog vrij. Allee, ja. En Centrale is dat eenmaal dicht. Je krijgt wat je nu verdient. Ja, ik vind het echt jammer. We hadden veel meer uit die match kunnen krijgen. Dat was dan nog een thuismatch. En dan verliezen op zo'n manier. Ja, dat is schinnen vitten. Ja, dat was jammer. Maar gelukkig hebben we onze positie in de top 6 nog niet afgegeven. We staan nog vierde, dus we kunnen niet klagen. Maar we gaan toch moeten oppassen dat we niet verder dalen en ons volgende keer herpakken. En dat zullen we moeten doen zonder Geoffrey Hermans. Want onze man in vorm was geblesseerd in de vorige wedstrijd en is nu ook 3 weken oud. Non de tju. En laat ons niet vergeten de domme rode kaart van Jelle van Dam. Dan nog even een snelle maandelijkse scout-update. Maar we zien nog niet veel. We wachten geduldig af tot we meer weten van deze jonge speler. En dat was het voor deze video van de Royal Antwerp carrière. Volgende keer opnieuw 5 wedstrijden op het schema. Lokeren, Kortrijk, Waasland-Beveren, Zultewaargem in Club Brugge. Laat een like achter als je verder uitkijkt naar deze serie. Stel uw wedstrijdvragen in de reactie. Merci voor het kijken en nog een prettige dag.